Op snap het zand en de cruiser gaat rond de Gerard Kemper en Lamme Vrie. De problemen. De Belgische wedstrijd waar hij kan vervolgen. Eentje die tegen de bocht blijft staan. En de veilige inkomen zoekt, want hier is de Nederlands kampioen van 2003. Lambert Brink, de hoogste leider door. Met op de tweede plek de vierde zijn. En de test bij Lammerbrink. Die koos om niet naar huis te gaan. Lammerbrink. Dus op 2. Jan is op 3 door. Dan heeft het Roetendink. En de 466 van Jan Willem Menning. Van de Brink weer daar, met zijn 401, Lambert Brink. Hier alweer zeggen, per de musical. Dan krijgen we de 16 van Jernissen. De creatie is helaas gevolgd door de 441 van Kevin Roetendink. Dan krijgen we Jan Menning, met 426, Gerard Abting. Samen met de 412 van Edwin Hartkamp en 530 van Jan Kus. Patrick Boesendol als de nummer 2, dan de 416. Jörn Issing, derde plek voor de coureur uit Zalem. 441 van Michael Roetendink uit Epse. Drietal nog in die laatste ronde. Jan Willem Menning pakt dan de vijfde plek, gevolgd door de 412 van Edwin Hartkamp. En met 535 uit Jaarsveld. Jan Aertjes. De tweede omloop. We gaan nu naar de tweede mannings bij de Sport 1600. Lage Kevers klaar voor hun tweede optreden vandaag in Haarlem. Daar zijn ze weer voor je vijf ronden in de Kevenklasse Sport 1600. Nou, je hebt er langs aan met de eerste bocht. Brink en Issing duelleren. Binnenkant Issing, daar moet hij remmen en dan zit Brink ervoor. De Nederlands kampioen van 2010 in de Kevenklasse, Lambert Brink. Björn Issing daarachter op de tweede plaats. Dan denk ik Jan Willem Menning op de 1. Ja, de bocht aan. Gevallen door Björn Issing en dan de 426 van Jan Willem Menning. Bij de dag met 441 Michael Roetendink. Twee in afkamp op zijn beurt. Vallen door de 535 van Jan Aantjes. Ik zal schijken, Boliede denk ik. Nou, de 407 in de outlet. Patrick Boesekol, de coureur uit Delenstein. Die zit aan de binnenkant, de snellere lijn. Kwakt hem de bocht om en dan houdt Menning voorlopig die derde plaats al vast. En is in groep mee in het spoor van de koploper van Lambert Brink. Hier nog één, Lambert Brink 4-16, Björn Issing. Ja, die pikt aan bij de koploper, dat is mooi. Dan is Jan Willem Menning. Met Michael Roetendink, gevallen door... Hij kan er langs. Hij kan er langs. Hij heeft een lekker bak.
Nou, eens kijken, die nog in de kartpositie. Lambert Brink en Nissink. Gaan naar de laatste ronde. Zit nog steeds een neusje ervoorheen. 10, 15 meter voorsprong en Brink met een lekker band. Ja, daardoor kan natuurlijk Nissink aansluiten en verlicht in aanval. En in de laatste ronde. Brink met zodat Nissink eromheen moet. Dat geeft hem misschien de lucht om die bolide toch als eerste over de velden mee te krijgen. Brink en Nissink. Nou, Nissink nu in aanval. Pas erop de tempo die bocht uit. Lambert Brink met een lekker manwinst in deze mars. 4-16. Björn Nissink als de nummer 2. De derde plek is er voor 4-41. Michael Roetening. Van de 4-12 met Wim Afkamp. Van Jan Willem Enink, Jan Haantjes. En de 400 zijn achter de van Mark Volkering. Met wat achterstand binnenland deze 4-0-7. Achter de drang te gaan. En liefst te gaan staan op de sport 1600 sprint en de combiklasse. Ze zijn dadelijk hun vertoning op de baan. En dan gaat het allemaal wat sneller met z'n BK-verklasse. Dat staat er al met Björn Nissink. Die ging al even bokken op het rechte eind. Dat gebeurt maar zo met de open wieltjes. Als ze elkaar pakken, dan worden ze gelanceerd. Boezekol aan de leiding. Zo te zien voor Jan Willem Ennek en Lambert Brink. We gaan naar de eerste volle ronde. Is het de coureur Raad Degens aan de leiding? Patrick Boezekol. De 426 van Jan Willem Ennek. Achterin door Edwin Afkamp en Jan Aantjes. Daarvoor zit dan de rode bolide van Nissink die een beetje is teruggezakt. Roetening zit dan geblokt achter Pasman, denk ik. Dan moet je even flink in de handjes. Neem de baan. 4-0-1. Lambert Brink, dat zijn de snelle mannen. Mike Volkering, Björn Nissink, Rick Pasman, Michael Roetening met de 441. Ja, kijk eens, Brink kruipt achter Boezekol. We krijgen het duel voor de koppositie. Boezekol, ja, zijn er met een 200 eraan. En Brink van buiten en dan naar binnen. De bekende Brinkstel. Kijk, en of die gaat nog weer naar de binnenkant. Naar rechts, ongewone bocht voor de couriers. Dan twee keer knik naar links en het rechte eind weer op. En dan zal Lambert die snelheid mee moeten nemen uit de bocht om op het rechte eind toe te staan. Maar hij blijft 15, 20 meter achter Boezekol. Ja, Patrick Boezekol en Lambert Brink, de 4-0-1. De Nederlandse kampioen in de kevenklasse van 2010. Denk en Nissink even de touche met elkaar bij de ingang van die laatste ronde. Dan gaan we de voorzijde naar de finish. Winst in deze derde mars bij de kevers voor Patrick. Wint voor de 4-0-1 van Lambert Brink. Komt er niet langs kwamen, de Nederlands kampioen. Ja, als je de juiste lijnen rijdt, wordt het mee. Jan Mark Volkering, 5 Björn Nissink. De 4-41 van Michael Roetening, gevallen door de 4-41. Rick Pasman, Jan Haantjes en Edwin Afkamp.